Jan, we krijgen bezoek. Ik geloof wel dat je gelijk hebt. Zit mijn scheiding recht? Als een mes. Als jij niks te doen hebt, heb ik nog wel een boterham voor je. Kom mee. Pas u op met uw smalle hakjes. Dit is, daar heb je het al. Komen jullie ook? Ja, wat zijn we laat, hè? Ja, kom je nu eindelijk?
Ik heb geloof ik mijn sigaretten vergeten. Die kun je hier toch ook krijgen? Hou je even mijn jasje vast? Kijk, daar heb je Annemarie. Wat ziet er vanavond weer grappig uit? Maak vlucht, Annemarie, daar komt de admiraal al. Annemarie? Wel een beetje. Ben je erg boos op me? Maar ze dansen ook allemaal zo goed. Ik heb te zitten afvragen wat ik hier eigenlijk doe. Je bent hier met mij en dat kunnen de anderen niet zeggen. Annemarie? Zie je wel dat ik er niets aan kan doen? De allerlaatste. Ik blijf het verder de hele avond bij jou. En deze dans mag ik nog hebben. Mag wel, hè? De allerlaatste. Dansen en feesten. Dat kunnen ze bij de marine. En soms doen ze ook nog wel eens wat anders. Hoor eens, jongeman, als je denkt dat het in de marine altijd feest is, dan sta je er wel glad naast. Die mensen die je nou hier hebt zien dansen, die zitten morgen weer op zee. En dan is het van hard werken. Zo'n oude motteraar als jij zou eens met de vloot mee naar zee moeten gaan. En dan zou je wel leren er anders over te denken. Ik wil je daar graag toe in de gelegenheid stellen. Dat aanbod neem ik graag aan, admiraal.
U bevindt zich nu aan boord van de divisie onderzeeboten die in een opmars is naar het oefeningsterrein. De constabel, opschieten met de mitrailleurs, want straks is het klaarmaken voor onder water. Rondmaken over bakboord. Zou de Surabaya weer een nieuwe opleiding aan boord hebben? Doorgaan. We zijn nu 3 dagen onderweg en komen langzamerhand in vijandelijk gebied. We zullen maar klaarmaken voor onder water. Koers 71. Waar is de officier? In de boegwaardkamer, commandant, bij het klaarmaken van de torpedo. Voordat de torpedo's, waarvan er in het geheel 14 aan boord zijn, in de lanceerbuizen worden gebracht, controleert de torpedo-officier de goede werking van schroeven en roeren. Bij de nieuwe taller. Hey. Wat kom jij doen? Uitkijk af, wat af. De onderzeeboot is het wapen van de verrassing. Zodra een vliegtuig of een masttop of een rookwolk in zicht komt, gaan alle boten onmiddellijk onder water ten einde hun plaats niet te verraden. Dit geschiedt binnen 1 minuut. De ballasttanks worden gevuld. U ziet de lucht ontwijken. De commandant, die het laatst naar binnen gaat, sluit het torenluik. 7 graden voorover, naar 28 meter. 7 graden voorover, naar 28 meter. De stilte, die u ongetwijfeld zal opvallen, is het gevolg van het stoppen der dieselmotoren. Wij gaan nu onder water en varen elektrisch.
Groot. Thanks, groot. Beide zeer langzaam. Van voren naar achter. Van voren naar achter. De boot lijkt voor te zwaar te zijn. Daarom moeten wij ballastwater pompen van voren naar achteren. De boot ligt afgetrimd op 28 meter, helling 0. Ei, ei. En ten hou ik heb. Nou, het liefst me amper in de sloffen. Hé, hey, al daar nu. Nou, kom maar dan, we kunnen toch over het water. Ja, als we niet gezien zijn, is hij nu wel weg. Maar we zullen toch maar de tarm houden. Reizen, het tot diepte. Naar 13 meter. Rijspeiler gevraagd. Geen groep, ruik maar dan. Er is groep op. Hier. Luchtalarm blazen. In de machinekamer worden de dieselmotoren weder aangezet. Daar gaan de mitrailleurs. Zij moeten omhoog, zo gauw de boot boven water komt. Een mastop is in zicht. Dat zal waarschijnlijk de verwachte vijand zijn. Wij gaan op de aanval. De torpedo's zijn thans geheel gereed voor het schot. Alleen de veiligheidspen waarborgt nog tegen ontijdig afvuren en wordt pas even voor het schot uitgedraaid. Diepte 13-6. Daar is de vijand. Stop. Stop.
aanval. Heer. Wat is je peiling? 288. Ja, ze zit vlakbij. Alle mensen, snel wegduiken. Ruist zijn gevaar. Indien er schepen in de nabijheid zijn, worden zij door een geruispijler gehoord. Hij gaat vlak over ons heen. Hoogste spanning. Zal de aanval lukken of niet? Wij bevinden ons nu tussen de beschermende jager en het doel. Veiligheid staan uit. En is uit. Nou. Opgepast. Vuur. Beide torpedo's elektrisch afgevuurd. De ballenbaan. Die bij de oefeningstorpedo zichtbaar is om te kunnen beoordelen of het schot mis of raak is, tekent zich duidelijk af op het water. Daar heeft de kruiser een sein. Oefening geëindigd. Vliegtuiggroep 3 zal u overbrengen naar het marine vliegkamp Morokramangan. Dan kunt u zelf eens rondkijken bij de marine luchtvaartdienst. Met een onderzeeboot heeft u meer dan 3 dagen nodig gehad om hier te komen. Wij brengen u per vliegboot in minder dan 2 x 3 uur weer in Surabaya terug. Vaarwater naar Surabaya ligt het marinevliegkamp Morokramangan. Het grootste en best geoutilleerde watervliegkamp in Oost-Azië, basis van ongeveer 100 vliegtuigen. Welkom op Morokramangan. Een van de proefbanken van de marine luchtvaartdienst. Hier worden de motoren van de marinevliegtuigen gecontroleerd en afgesteld. De mitrailleurproefbank. Die machinegeweren van de vliegtuigen kan men eigenlijk beter kanonnen noemen. Zo groot zijn ze. Ja, maar ook de vliegtuigen zelf worden steeds groter. Neem nu eens bijvoorbeeld een 3-motorige vliegboot. Daar zijn zelfs slaapplaatsen voor de bemanning in aangebracht. Dikwijls gaan deze vliegtuigen voor weken, ja maandenlange tochten van huis. Wanneer zij dan hier terugkeren, wordt alles tot in de kleinste onderdelen nauwkeurig nagekeken.
deze groep vliegtuigen gaat binnenkort de bewakingsdienst Oost aflossen. Dat is bij Nieuw-Guinea. De groep die in deze hangar thuis hoort, is op het ogenblik voor bewakingsdienst in de Zuid-Chinese Zee. Dat is op de kaart van Europa uitgemeten een afstand van de Kaspische Zee tot Engeland. Het radiostation van de marine luchtvaartdienst staat in voortdurende verbinding met al die vliegtuiggroepen. Eenmotorige verkenners. Die zult u, als u straks met het eskader meevaart, wel meer zien. Het zijn katapultvliegtuigen van de kruisers. Met een tweemotorige bommenwerper van dit type gaat u zo dadelijk mee om een bommenwerpoefening op varende doelen bij te wonen. Duizend kilogram aan bomlast kan zo'n vliegtuig in zijn romp met zich voeren. Plan. Voor in de bommenwerpers zitten de waarnemers achter hun richtmiddelen en meetinstrumenten gereed voor de bomaanval. Zij stellen hun instrumenten in om de bommen te kunnen laten vallen.
Daar is de sleepschijf. Opgepast, vuur. Enige honderden kilo sprengstof gaan naar de vijand toe. Een klein streepje zog in het grote zeeoppervlak. Opgepast. Vuur. Eén voor één gaan de bommen naar beneden. Jammer, dat kon beter. De schijf gaat even naast de bommen aanslagen. Nu de derde schijf nog. Voltreffer. Nevelvliegtuig sluit zich aan bij de groep bommenwerpers om door een nevelscherm deze vliegtuigen te beschermen tegen het afweervuur van de schepen. Laag scheren zij over het water om zo min mogelijk trefkans te bieden. Schuif je nog een biertje op? Zeker van je eigen centen. Ja, maar dan knapper ben jij. Zeg Jan, wordt het je tijd nog niet, jongen? Het is goed dat je het zegt, Kees. Stil hoor, te snurken binnen. En wat ga jij nou doen? Ik moet de post in plaats van lijn met mevrouw doorwerken 3:30. Recht zet de vang. Hop! Daar. Veer. Presenteert. Veer. Betaap. Veer. Over. Veer. Hersen de bank. Hers. In
Intussen gaan ook des nachts de werkzaamheden door. Buiten de gebouwen en werkplaatsen de bewaking, terwijl binnen onderhoud en reparaties voortgang vinden. Zo wordt in deze hangar een groep vliegtuigen gereed gemaakt die vannacht moet vertrekken om morgen de verkenningsgroep Oost af te lossen. ...3000 liter vol. De seinlichten en mitrailleurs zijn binnen. Landingslichten proberen. Proef draaien. Ergens in Nederlands-Indië ligt het Askade. Daar liggen de jagers, daar de kruisers die deze week hun gevechtsschietoefeningen zullen houden.
Laat ze glimmen. Ranker. Halve kracht. Papier gebruiken we bij de marines. Zeg maar, je moet even bij de chef komen. Stoven, kijk uit met die oliekakken van je op een schone dek. Maar ik moet door mijn handen gaan lopen. Kijk hier, als ik er een gaatje in zetten. Ga je er ook wel een schepje bovenop gooien? Overgaan op hoogvaart. Hier machinekamer, volle kracht wordt 24 mijl. Volle kracht wordt dadelijk 24 mijl. Wat ligt, poorten sluiten en blinderen.
Is het weer zo laat? Weg zo. Voor de gevechtsschietoefeningen wordt hoge vaart genomen. Het schip wordt geheel gevechtsklaar gemaakt. Alle waterdichte deuren, schotten en afsluiters worden gesloten. Vliegtuig 1, gereed voor katapultstart. Tweede vliegtuig, gereed maken voor de katapultstart. Hallo de Ruiter, hallo de Ruiter. Hier W1. Roep bommenwerpers, nadert u uit Noordoosten. Ik val aan, ik val aan. Aanvallen zijn te verwachten. De jagers sluiten aan voor nabijbescherming. Telescoop aan bakboord, bellen we. Klaar bij die dieptebommen. Bommen vallen nu de beschermende jagers de onderzeeboot, die juist gelanceerd heeft, aan. De kruiser tracht de torpedo te ontwijken. Op de onderzeeboot hoort men thans de doffe ontploffingen en weet dat wanneer een dieptebom explodeert op minder dan 25 meter afstand van de boot, deze ernstig beschadigd zal worden.
waren ingeschoten. Dit doel bevindt zich nu te midden van de springende granaten. Daar komt een jageraanval los. Het is alsof de jagers de vijand waarop wij vuurden opluchting willen verschaffen. Zo zetten zij deze aanval bij klaarlichtend dag door. Mijl, dicht op ingesloten. De torpedokanons van de jagers worden op den vijand gericht. Voorop vaart de divisieboot, de Van Galen. Dan komt de Witte de Wit. Op de Van Galen, de voorste boot, is alles gereed om te lanceren. Daar gaan ze. Nu volgt ook de Witte de Wit. Van Gent bij het bakboord uit. Daar is de kwartenaar. Ziet ze erin duiken van de kwartenaar. De vierde boot legt een nevelgordijn om de jagers te beschermen tegen het afweervuur van de kruisers. Hangt de nevel om de drie voorste boten heen. Alleen de laatste, de kwartenaar, is nog te zien. Nu draait ook zij erachter. Nog slechts het topje van de mast. En dan is ook de kwartenaar verdwenen, veilig achter het nevelgordijn. Zeg, je moet even bij de chef komen. Tien nog van me. Weet ik dat? Hij staat boven op de bak bij het binnenhalen van de artillerieschaar. Als de schijf langs zee ligt, direct beginnen met aftuigen. Vooruit jongens, duik er maar in. Thank you.
over. Daar komt ie. Zeg, kijk uit een beetje alsjeblieft. Partiermeester, kan ik even naar de ziekenboek? Ga je gang maar. Maak voort ermee, anders zijn we vannacht nog niet klaar. Zet hem maar vast of hij nooit meer los hoeft. Jan, ik ben nou zeker vrij van schrijven. Ja, zeker, jij bent vrij van schrijven. Droomland, ik verlang zo naar Droomland, daar heeft het vriend aan het land mij mee, samen naar heerlijke Dat dan eerst eens een biertje halen, want ik heb dorst gekregen. Zeg, geef jij vanavond een pijpje weg? Nou, vooruit dan, dat we morgen naar moeder gaan, hè? Zeg, is je bier koud, Bas? Natuurlijk, het te rillen, ja. Kijk eens, dat ziet er heerlijk uit, zeg, hè? Nou ja, mooi gezonkig, mooi gezonkig. Even voelen hoe het is. Nou, daar valt mijn hand mee, geloof ik, die kou. Moet je zo'n machet zien. Moet nou, ik de bovenste rand ook nog betalen? Nou, met zo'n machet en dan nog een boter erbij heb ik een over hem. Zo'n klein beetje schuim. Hoho, code 3. Wat zou er nou los zijn? Dan ga je mee in om een borrel kopen. Het zal niet gaan, een code er gaan. Ik sta er vanavond naast. Ik sta er vanavond naast, zegt hij. Hey, dat weet dan als ik er vanavond in mijn kooi leg, hoor. Mij kan je tenminste niet. Wat zei je? Oh, hij is er onder zeil. Zeg, is er soms wat los? Ja, wat het is, weet ik niet. Maar er is wat los. Het is anker op. Hurry up, de anker op. Licht anker. Hey,
Bovenin, anker bezorgd. Kraan dicht. Kasteffer, mag ik misschien even een woordje? Wat is er, mijn jongen? Dat wij aan 500 jaar vanavond uitschillen. Ja, ik weet van niks, hoor. Ja, ik loop zo langs de kombuis en dan zeggen ze ook al zo wat. Ach, trek je toch niks van die kombuis, vrouwtje, maar die praat er toch niet voor niks, zomaar? Ik weet van niks, ik weet van niks. Voor slecht nieuws is het altijd vroeg genoeg. Naar zee. Fabrieken en werven op uiterst vermogen. Maar ze sluiten de grenzen. De toevoer staat neer. Dan maken we het hier. De voorraad raakt op. Die vullen we aan. De schepen verslijten. Die bouwen we zelf. Machines vragen een reparatie. In eigen werkplaats. We komen handen tekort. Dan werken we langer. Alles is reeds vol belast. Dan werken we harder, zonder hulp van buiten, uit eigen kracht, met eigen handen, om klaar te staan, om bereid te zijn, bereid tot het uiterste. Rechts omkeer. Huis! Schepen, straks van de schepen in de zee. Een telegram voor u, admiraal. Burger, dan kan het geval tot het lachen van de levensvaringen uitgaan. Jazeker, admiraal. Waar legt de Rigo zijn eerste mijnenversperring? Daar. Mijnen, die voor een vijand de zee onveilig en gevaarlijk maken, doch die onze actiegebieden beveiligen en onze vlootbasis onaantastbaar. Maken.
De schepen zijn stoomklaar. Straks vaart de vloot uit. Met verzegelde orders. Misschien voor zijn oorlogstaak. In dagen van vrede voorbereid. In dagen van spanning paraat. In dagen van nood gereed. Bereid te aanvaarden. Evenals in de dagen van Michiel Adriaanszoon de Ruiter, hebben wij vertrouwen te stellen in een klein hoopken, zoals hij zijn vloot noemde. Maar ook nu gaat het woord van die admiraal. Al wierd mij bevolen zandslag op één schip te voeren, ik zou daarmee tegengaan. En waar de staten haar vlag betrouwen, zal ik mijn leven wagen. Ook nu geldt in rustig zelfvertrouwen datgene wat zijn onderbevelhebber Cornelis Tromp gedurende den slag bij het Schoneveld neerschreef. Courage. Zal waarachtig wel gaan. Wel zijn de schepen anders geworden. Wel de masten en tuigage nagenoeg geheel verdwenen. Zijn nooit gedroomde wapens uitgedacht. En is de kracht van het geschut geducht toegenomen. IJzer en staal hebben het hout verdrongen. En machtige machines hebben zeil en zeebries ontroond. Inderdaad. Wel is Nederlands vloot uiterlijk gans veranderd. Maar de gedachte die het klein hoopken bezielt, is dezelfde gebleven. Thank you.
verrassing in later dagen. Nederlands vlag ten streek ontplooit, stervend zullen wij haar vragen. Sterven zullen wij haar vragen, haar die vlag verlaten, nooit! Waarachtig, zal wel gaan.